Vandaag, dinsdag, zou ik ook voor de klas hebben gestaan. Maar mijn school is ook dicht. Michael Swartz is leraar in opleiding, maar ook zijn eigen opleiding ligt stil. Hij werkt als docent op de Aalsmeerse Westplas MAVO, maar de komende weken is hij de meester van zijn eigen zoons. Het is even wennen. Natuurlijk op stel en sprong voor alles en iedereen ombouwen eigenlijk van een normale dag naar een heel aangepast rooster. Tot nu toe heb ik met de jongens en ook met mijn vrouw afgesproken dat we zoveel mogelijk proberen een soort van normaal ritme aan te houden. Dat de jongens blijven gewennen aan het schoolse. Dus op basis van wat we tot nu toe van school hebben gekregen. Dat ze ook echt wel wat werken en daar begeleid ik ze dan bij. En tegelijkertijd toch een beetje meer vrijheid, zodat ze het ook leuk blijven vinden natuurlijk. Michaels oudste zoon, Jair, vindt dat helemaal niet zo erg. Het is heel fijn, want ik zit hier nu, kan ik me veel beter concentreren in de klas. Want in de klas heb je kinderen die zich niet goed gedragen en dan storen. En dan meestal kan de les niet afmaken. Maar er zijn ook dingen die ik mis, want ik heb bijvoorbeeld vrijdag, het zijn er 2 of 3 lessen die ik dan mis, heb ik een speciaal project en dan mag ik naar Maimonides, een middelbare school. En dan krijg ik daar opdrachten. Extra uitdagende opdrachten. En dat kan dus nu dan niet. En dat vind ik best wel jammer. Dat is ook heel leuk. Dan pak ik een kommetje. En dan is het nu tijd voor een praktijklesje rekenen. We gaan samen koffie maken. Want ik wil weten hoeveel schepjes koffiepoeder heb ik nodig voor hoeveel kopjes koffie. Dus 6 scheppen poeder is 6 koppen. 9 gram. 1, 2. Heel goed, 42 gram. Dus dat is hoeveel keer? 1, 2, 3, 4. Wat we tot nu toe hebben gekregen van school is onder andere een digitale platform waar ze op kunnen werken. Dat gaat via de WhatsApp, kunnen we contact houden. Via de social schools krijgen we berichten waar nodig. Vorige week natuurlijk was al het bericht steeds duidelijker. Dit gaat op een of andere manier enorme aanpassingen vragen. Dus was er al wat werk meegegeven. Gisteren hebben we ook gehoord dat de school waarschijnlijk morgen een aantal fysieke spullen zal hebben klaarliggen. Dus boekjes, huiswerk, etc. Maar de rest zal digitaal gaan. Oh, Wuhan. Wuhan. Ah, Wuhan. En dan staat er D2. Bladzijde 87, vakje D2. En D2, waar doet je dat misschien aan denken? Welk spelletje spelen we wel eens? Al een tijdje niet gedaan. Zeeslag. Oh ja.